Een hele goede morgen. Dit is een routine video van GOT. Hierin ga ik laten zien hoe GOT wordt opgestart. En voor wie het niet kent, GOT is ons koffie- en theehuisje die we in oktober hebben geopend, Jolien en ik. En Jolien zit trouwens nu nog boven, zij is daar nog aan het opmaken. En zij meestal komt dan erbij wanneer GOT al een tijdje opgestart is. Ik doe meestal de opstart, dus het zou ook gek zijn mocht jullie hier nu bij zijn. Zo meteen gaat deze deur open en daarvoor heb ik nu nog een kwartier. Ja, ik ben een beetje langer in bed blijven liggen. Waar ik mee start, zijn de lichten aandoen. Ook hier in de gang. Hier in de gang. Opzij. En hier. Zo. Dan doe ik ook altijd de gordijnen open, nu ik hier dan toch ben. De krant is ook aangekomen, die neem ik mee en die stop ik hier in het kranten- en tijdschriftenbakje. Zo. En de oude krant, die gaat eruit. Hier doe ik nog een licht aan. Hopsa, je zal zien, er zijn veel lichtknopjes. Hier is ook nog eentje. Dat is voor onze winkel hier. Met allemaal geocache spulletjes. We zullen binnenkort ook wel eens een video maken waarin we een rondleiding geven bij GOT. Dit is dus de opstart. Deze oude krant die gaat de vuilbak in. Zo. En dan hebben we nu ook nog wat muziek nodig voor als straks de klanten komen. We werken daarvoor met een muzieksysteempje. Dan druk ik op play. En dan duwen we ook de radio aan natuurlijk. En we hebben muziek uit deze box. Dan hebben we hier een spoelbak. Je ziet, er staan hier al een paar dingen klaar om al meteen afgewassen te worden. Deze doen we dicht. En dan laat het water erin lopen. Nu er ook nog een beetje dit erbij. Dat is een glansreiniger. En de muziek staat absurd luid trouwens. Dus een beetje stil zetten. Hoef je ook weer niet zo luid. Dit zetten we hier op slapen. Zo. Hier zijn ook nog lichten trouwens. Doen we hier aan. Tadaa. En dan hebben we hier het koffiemachine. Dat doen we gewoon aan. En dan gaat het nu even opwarmen en spoelen. Maakt veel lawaai. Alles tegelijkertijd. Hier zetten we dus koffie en thee mee. En in dit middelste stuk hier komt melk uit. Daarvoor moet ik wel nog een melkkan hier zetten. Dus dat gaat eigenlijk hierin. En dan wordt dat hierop aangesloten, zodat de melk eigenlijk warm wordt door dit systeem dan weer. Maar laat nu maar even zijn ding doen. De frigo's die mogen licht geven. Doe ik hier het knopje aan. Zo. En dat ziet er alweer wat levendiger uit. Hierboven zijn ook nog lampspotjes. Die doen we ook aan. Zo. Dan zijn we in de bar bijna klaar. Ja, de ijsblokmachine die moet wel nog terug op de grond. Die hadden we omhoog gezet omdat we hier dan zouden kunnen dweilen hieronder. Het is 10 voor 10. Als er ontbijters op het programma staan, als we op de agenda, dus ik moet eigenlijk inderdaad de agenda checken. Ik heb net even gekeken, we hebben geen reserveringen in de ochtend. Dus dat wil zeggen dat ik geen sinaasappelsap moet persen, anders zou ik dat ook natuurlijk moeten doen. Dan hebben we hier nog een bijkeuken. En hier staat ook de vaatwasser. Die kan ik ook opstarten. Dus dat is eigenlijk gewoon eerst de filter erin. Dan, dat is ook nog een onderdeel van de filter. Dat zorgt er eigenlijk voor dat er geen etensresten in je afvoer komt. Anders gaat dat op een hele korte tijd heel snel verstroppen. Die zijn nu ook schoongemaakt. En dan kunnen ze hierin. Dan zie je ook nog een cake die gisteren Jolien gebakken heeft. Die snijd ik dan ook nog in stukjes. En dat geven we dan ook nog bij onze koffie. We hebben trouwens voor bij de koffie ook nog vanillevlaatjes. En die doe ik straks ook nog in kleine potjes. Kijk, die zien er zo uit. Daar doe ik dus een beetje vanillevla in. En dan heb je eigenlijk een mini verwenkoffie. Ja, en gewoon voor de prijs van een gewone koffie. Hè? Hier bij de toiletten zijn ook de lichten aan. Maar je ziet het, die spot is uit en die spot is uit. Dat zijn spots op een apart circuit. En dat kan je enkel hier in de elektriciteitskast zo aanzetten. En als het goed is, branden ze nu wel. Ja, zie je, die spot brandt nu en die verre spot daar ook. En die blijven altijd continu branden. En hier zie je, wacht hoor, hierboven, zie je een sensor. Dat is een bewegingssensor. Dus als hier beweging is, dan gaan ook alle andere lichten aan. Dus je hebt altijd een paar lichten die sowieso branden, zodat je eigenlijk van buitenuit kan zien dat er hier licht is en dat hier iets te doen is.
En we hebben ook nog, voor duidelijk te maken dat we open zijn, een bord met erop open en een pijl waar ook de ingang is. Want de meeste mensen vinden de ingang niet zo goed. Het bord is trouwens ook met uitwisbare krijt geschreven. En ik heb het ook nog eens extra vastgehangen met zo'n... zo'n spanbinder. Dus nu komen de mensen zo aangewandeld. Ze zien de ingang is langs hier. Dan lopen ze een beetje door. En zien ze hier ook nog eens ingang. En dan is het hier, langs deze deur. Ik ga die nu ook officieel openen. En hopsa. En zo kom je binnen bij Geoti. Zo. De deur is open. Nu kunnen de gasten echt binnenkomen. Het is lekker warm, voel ik. Dus de verwarming doet het ook perfect. De tafels staan allemaal netjes, denk ik. Even checken. Dat ziet er allemaal goed uit. Nu ook nog eens de achterdeur hier openen. Zo. En dan heb je eigenlijk ook zicht nu eens op onze tuin. In de winter is dat wel heel erg koud, maar je hebt ook altijd mensen die graag langs onze achterdeur komen. Ziezo, kom maar binnen en dan kunnen ze langs daar dus naar binnen. Er staat ook nog een tafeltje voor degenen die graag roken. De ijsblokjesmachine staat destijds ook op de grond. Ik ga die even laten starten. Je moet kleine ijsblokjes maken. En dan ga je dat hier zien. Kijk, er loopt hier water naar beneden. Langs deze geultjes. En nu gaat het eigenlijk ook vriezen in die geultjes. En wanneer het hard genoeg bevroren is, dan vallen de ijsblokjes van hieruit in het mandje. Dit is trouwens een dienbordje die we gebruiken om de koffie of thee of warme chocomelk op weg te brengen. Ik zal even laten zien hoe dat eigenlijk eruit ziet. Je hebt natuurlijk een kopje koffie. Dan doe ik daar uiteraard ook nog altijd een lepeltje bij. Dat leggen we erboven. Je hebt ook een suikertje nodig. Dat leggen we hier. Hier komt ook nog een bordje. En hier komt een cakeje op. En dan hebben we ook nog dit. En hier gaat dus, zoals ik net al zei, de vanillevlaai in. Ben ik nog iets vergeten? Oh ja, natuurlijk. Ook nog een kannetje melk. En dat zetten we hier. En dan is het eigenlijk ready to go. En zo brengen we het dan naar de klant weg. De koffiemachine is trouwens bijna klaar. Ik vraag alleen nog eens om op de melkknop te drukken. En dan gaat hij eventjes spoelen. Dat heeft hij dan net ook al bij deze dingetjes gedaan. Maar nu uit deze. En zo weet jij ook hoe wij GOT opstarten. Ja, wat ik nu nog allemaal nog moet doen, zijn eigenlijk al die bordjes, hè, die ik, zoals ik ze net heb laten zien, allemaal een beetje klaarzetten. Dat doe ik hier dan eigenlijk zo. Hè. Die bordjes zet ik dan zo. Zo en zo verder. Ik kan ze ook nog stapelen als ik zou willen. Dat ga ik me nu een beetje mee bezighouden. Ik ga ook de glazen die hier nog staan, dat is van gisteren, ga ik hier ook nog even afspoelen. En dan denk ik dat we er zo goed als klaar voor zijn. Er moeten ook nog cakejes gesneden worden en de vanillepuddingjes voorbereid. Maar voor de rest zijn we ready to go. Oh nee, toch niet. Iedere dag maken we ook een verse soep. Die moet straks ook weer gemaakt worden door Julien. En wanneer die klaar is, dan doen we dat hier in onze soeppot. En dat is eigenlijk een beetje hetzelfde principe als dat je dat op het vuur laat staan, warm houden. Maar dat kunnen we niet doen omdat we ook het vuur nodig hebben voor het pannenkoeken of ook voor andere zaken. Hebben we het vuur absoluut wel nodig. Dus dat vuur gebruiken we niet voor de soep warm te houden. Dat doen we in zo'n pot. Op bij Marie heet het eigenlijk. Er moet wat water in. En de soep doe je dan in een aparte pot. En dan hou je die eigenlijk zo op die manier warm. Dus als dat iemand soep vraagt, dan is de soep sowieso altijd warm. GOT is er helemaal klaar voor. En het enige wat nu nog ontbreekt, is een vrouw aan mijn zijde. Zo, want ik kan het hier niet helemaal alleen aan. Ik ben hier toch? Daar is Julien. Dus eigenlijk zijn we nu helemaal klaar. Wat ben je nog aan het doen? Misschien ook nog iets doen. Kijk, heb je nu leefvlaag, heb lief staan. En soms draai je die om. Dus dan daar is het om die om te draaien. Dan staat er lief, love. Love, love. Ik moet uitspreken. Lief, love, love. En daarom heb ik dus die vrouwen aan mijn zijde nodig. Oh. Bedankt om te kijken naar deze routine video. En heel graag tot... Ik probeer nu echt in mijn beeld te komen. Het is een video over mij. Over GOT bedoel ik. En ik doe het. Dankjewel.
oké. Want jij bent er nooit bij. Ik heb eens altijd zorg dat mijn haar aan het wassen is. Mag ik eens ruiken? Het is goed gewassen. Goed gekeurd? Ja. Eigenlijk. Tot de volgende! Dank je dan ook! Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wilt zien, dan klik je maar op een van deze knopjes.